Hoi, ik ben Maaike Schiebaan. Ik ben verpleegkundig specialist op de afdeling neonatologie. En ik ben op zoek naar een nieuwe collega. En ik vind het leuk om wat te vertellen over mijn functie. In de hoop dat ik daarmee ook kan overbrengen hoe leuke baan het is. Misschien is het een goed voorbeeld als ik gewoon eerst wat vertel over mijn dag vandaag. Ik heb deze week administratie. Dat betekent dat ik tijd heb voor mijn administratieve taken. Zoals brieven, protocollen. Maar ik doe ook de kraamvisite en ik heb de pieper voor de spoedgevallen op de kraam in de verlos. En dat begon al goed. Om 8:30 kwam er een belletje dat er een kind op de kraam niet lekker was geworden. En toen ik binnenkwam zag ik inderdaad een kind wat echt heel erg niet goed eruit zag. Samen met de verpleegkundige van de kraam heel kort even overlegd. Korte ouders ingelicht, kind in het wiegje gelegd en gelijk door naar de neonatologie gelopen. En dat is allemaal op één verdieping, dus dat was lekker dichtbij. Onderweg kwam ik een paar verpleegkundigen tegen en gevraagd, wil je gelijk meelopen? De neonatoloog die zat in de kantoor en die liep ook gelijk mee. En zo waren we een heel goed team bezig om dit kind stabiel te krijgen. Infuus geprikt, naar de echo, aan de CFM en al die dingen. Ondertussen kwamen de ouders ook binnen, dus tussendoor probeer je ook die ouders wat te vertellen. Jonge ouders die net gisteren een baby hebben gekregen. Dus het is ook belangrijk dat je ziet wat ouders aankunnen aan informatie. Nou, uiteindelijk gaat het goed met dat kind. Dus dat is gewoon fijn om te zien. Dat je daarna ook tijd hebt om wat aan die ouders te vertellen. Nou, toen had ik denk ik 10 minuutjes de tijd om wat aan mijn administratie te werken. En toen kwam er een telefoontje dat er een code rood sectio was. Dus dat betekende keizersnee waarbij er echt ernstige zorgen zijn of voor de moeder of voor het kind. Nou, samen met de artsassistent en de co-assistent naar de OK gegaan. De neonatoloog die gaat mee, dus je werkt echt in een team met verschillende niveaus. En bleek dat het met het kind erg meeviel. Die had een hele goede start, dus die kon opgevangen worden door de co-assistent. En dat gebruik je dan ook weer gelijk als een leermoment. Want een van de taken, ook van de VS hier op de afdeling, is dat je artsassistenten inwerkt. Dat je co-assistenten ook begeleidt in hun korte stage hier. Maar ook dat je informatie geeft aan de verpleegkundige. Ik heb vanmiddag geef ik een infuuspriklesje aan de verpleegkundige van de neonatologie. Dus het is heel veelzijdig. Nou ja, volgende week heb ik dan weer mijn kliniekweek. Dat betekent dat ik 5 dagen lang op de kliniek sta. De afdelingsarts ben, aanspreekpunt voor de ouders. En omdat dat een wederkerend patroon is, 1 week kliniek, 1 week administratie, heb je ook echt kans om een goede band met ouders op te bouwen. Ouders herkennen je ook en merk ook dat ze het dan ook makkelijker vinden om tegen je te praten. Dingen die goed gaan, dingen die niet goed gaan, waar ze zich zorgen over maken. En dan heb je elke week met ouders een gesprek. Soms met de neonatoloog, soms zonder de neonatoloog. Dat hangt natuurlijk een beetje vanaf wat er precies allemaal speelt. Ja, en zo ziet de week er een beetje uit. Dus je hebt de hele standaard dingen volgens protocollen op de afdeling neonatologie. Maar ook heel veel acute situaties waarbij je van tevoren eigenlijk nooit weet waar je inkomt. En wat je echt leuk moet vinden en wat ik heel erg leuk vind.